Basisschoolleerlingen krijgen vandaag workshops tijdens de start van de Techniekweek. Een week waarin bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samenwerken om jongeren uit de Drechtsteden voor de techniek te winnen. Techniekdok is een programma van 2 uur voor de kinderen van groep 7 uit de Drechtsteden. En dan ze krijgen eerst een korte introductie en daarna doen ze verschillende workshops rondom de maritieme techniek en de energietechniek. En dat is opgezet met allerlei bedrijven, ook uit de regio werken mee. Je kan nog niet zeggen of ze ook meteen allemaal voor techniek kiezen, maar het is wel een eerste kennismaking. Want veel kinderen die komen hier en die zijn dingen aan het doen. Want, oh, werkt dat zo? Of oh, ze mogen ook dingen gewoon met de hand wel doen. Van tandwieltjes, nou dat heeft mijn oma alleen nog. Je kan wel zien dat techniek veel breder is dan ja, onder een auto liggen, sleutelen. Je leert over techniek en je doet ook heel veel dingen hier. Nou, we verwachten wel dat beeld van de afgelopen jaren, afgelopen 2 jaar, dat er een toename is van het aantal leerlingen dat techniek kiest. Zowel in het VMBO als in het MBO zie je duidelijk een toename. Dat komt wel doordat ze het meer zien en meer ervaren en dan ook kiezen. Maar 1 week per jaar aandacht voor de techniek is nog niet genoeg. Het moet gewoon een heel traject worden van les op school, hier naartoe, na afloop nog een les. Morgen, dinsdag, spreken we met de schoolbesturen die in feite uitgedaagd worden om in hun scholen een stukje techniekontwikkeling, techniekonderwijs vorm te geven. Dat is een proef, een pilot die ze in feite kunnen starten. Zodat we richting 2020 in alle scholen techniek ook als onderwijsprogramma onderdeel hebben.